mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zo naar de kapper. Ik ga mijn haren in een laagje. Ja, mijn haar is even vast. Maar ik ga mijn haar zo in laagjes laten knippen. Nou, wij zijn dus met de fiets in de tram gaan zitten. Wat door metro. Oké, het is echt niet slim om met je fiets in de metro te zitten. Dus ik ga het nooit meer doen. En maar voor je één halte. Dan kom ik net zo goed naar je man fietsen, maar saai. Nou, kijk hoe dit gaat lukken. Ik ga met roltrappen. Nou, dit is echt niet slim hoor. Maar voor één halte met een fiets. Ja, ik had niet door dat we al zo dichtbij zijn. Ik kon net zo goed gewoon fietsen. Kijk, zij. Ze denkt van, dit moeten jullie echt nooit meer doen. Met een fiets. Laagjes knippen en jij? Gewoon kort toch? Ga je zo staan? Ik ben heel benieuwd. Een minuutje. Want ik probeer elke klein beetje in. Hier is nieuw haar. Hier is vol. Ja, dat is heel vol hier. Anders heb je misschien nog een moeder van je daar. Oh, mijn boos. Omdat ik klein kind zei. Waar je gewoon even samen op kunt doen. Ik voel mijzelf. Oké. Zomaar hè. Maar wat lach jij? Wat lach je me uit? Dat ik vlog, hè? Dat ik maar 45 abonnees heb. Nee, maar ja, ik moet even lang wachten. Dat is iets. Hele fotoshoot. Ja, knip. Nou, dus zo is onze haar geworden. Ja, hou je arm weg. Zeg het zien. Ja, dat is echt mooi. Bij jou ziet het anders uit. Het is lekker 14. Ja. Maar het is wel mooi. Ben je er blij mee? Ik vind dat je scheiding even moet doen. Mag ik het voor je doen? Nee, ik wil je scheiding even recht doen. Ja, hou vast. Dan ga je weer naast. Ze willen het ook zien. Ze moeten alles meemaken. Nou, ik heb haar scheiding dus recht gedaan. Zo is het beter. Dit is niet recht hoor. Je was dit recht. Dit is recht. Maar ik kan het zo. Ja, oké, een beetje recht dan. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zou zeggen, doe een blauwe duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal hier beneden. Doei!